7 januari 2012 Ethiopische kalender. Of 16 januari 2020 Europese kalender. Nummer IBAN 003-21-2012. In de naam van Almachtige God. In de naam van onze moeder Maagd Maria. De reden om deze brief van uitvoerend bevel uit te geven, door de Almachtige God vertrouwde dienaren en slaven is. Om alle supermachten van vandaag te informeren, VS, VK, Frankrijk, China, Rusland en ook Saoedi-Arabië, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, India, Duitsland, Canada, Noorwegen, Noord-Korea, Zuid-Korea, Iran, alle bedrijven waarvan de namen en hoofdsteden werden genoemd in internationale organisaties als bericht 8. IMF, Wereldbank, gaan naar de eerste doel om de meest destructieve acties, vernietiging en het gezicht zijn de beëindiging van al hun wezens. Na het uitbrengen van deze uitvoeringsbevel zullen alle maatregelen die u in de berichten 1, 2, 3, 5, 6 en 8 waren verteld, van kracht zijn zodra u op de hoogte bent. In het aangezicht van de Almachtige God je al het zijn nes, al je kracht, bestuur met al uw mannen en vrouwen onder jouw commando en service worden geschraapt en gegooid naar de gesmolten inferno van vuur en vlam voor onstuitbare duur van de tijd. Lees voordat je deze brieven gaat lezen eerst de woorden van Almachtige God uit Psalms 83. Rust niet, o God, zwijg nog stil, want uw vijanden maken een tumult, en degenen die u haten dragen hun hoofd hoog, zij bedenken listige plannen tegen uw volk. En zweer samen tegen degenen die u uw schat hebt gemaakt, kom met ze mee, ze roepen, laat ze niet langer een natie zijn, laat de naam van Israël niet meer gedenken. Met één gedachte zijn ze samen overeengekomen om een competitie tegen u te vormen. De families van Edom, de Ismaëlieten, Moabieten en Hagarenen, Gebal, Emmen en Amalek, Filistiën en de inwoners van Tyrus, Assur, ook hun bondgenoot, die allemaal hulp verlenen aan de nakomelingen van Lot, gaan met hen om zoals met Sisera Jeben, door de stortvloed van Kishon, die overwonnen werd toen Midian bij Enharod viel, en zich als mest op het slagveld verspreidde. Maak hun prinsen zoals Oreb en Zeeb, maak al hun edelen zoals Zeba en Zalmunna, want zij zeiden, wij zullen voor onszelf alle weiden van Gods volk in beslag nemen. Verstrooi ze, o God, als distel neer, als kaf voor de wind. Als vuur woedend door het bos of vlammen die over de heuvels oplaaien, jaag ze op met uw storm en verjaag ze met uw stormwind. O schaamt zich op hun hoofd, o Heer, totdat zij de grootheid van uw naam belijden, laten zij zich schamen en leven in voortdurende wanhoop, laat ze hun schaamte voelen en ten onder gaan. Laat hen dus leren dat u alleen Heer bent, God de Allerhoogste over de hele aarde. Wie zijn de vijanden van vandaag van de Almachtige God als je de woorden van de Almachtige God hierboven ziet? Het moet duidelijk zijn, u bent de meest boogvijanden van de Almachtige God, waarin u 1000 keer uw voorouders, de Amalek, de Ammens, de Filistia en Lot overtreft. Deze brief kan worden aangeduid als een uitvoerend bevel van de Almachtige God die op slaven en dienaren vertrouwde. Zoals bekend bij alle betrokken staten van de wereld als geheel. Ik had al bijna 15 jaar berichten gestuurd die van invloed zijn op je toekomstige bestemming en lot. Zoals je alle misdaden en zonden bewust deed zoals je voorouders de Lot en Sodomiet deden, hadden alle berichten 1, 2,3, 5,6 en 8 je onvermoeibaar verteld, maar er was niets positiefs te zien. De berichten probeerden je te adviseren en te waarschuwen voor je diepgewortelde zonde. Je had het gedaan en nog steeds is dat de gehate zonde. Door het advies en de waarschuwingen van de Almachtige God te negeren en te breken, leef je nog steeds volgens je eigen wil. Je accepteerde en beoefende ook de wetten en testamenten van de duivel, door deze verboden misdaden en zonden te doen, heb je nooit spijt gehad en berouw gehad door te knielen voor de Almachtige God. Bijna 2000 jaar gingen voorbij door op u te wachten. Maar toch bekeerde u zich nooit. Liever doe en beoefen je nog steeds de meest gehate zonden en misdaden in de gezichten van de Almachtige God. Zoals u heel goed weet in de afgelopen 15 jaar, zijn alle berichten 1, 2, 3,5, 6,8 naar u verzonden via uw ambassade in Addis Abeba, Ethiopië. Ik weet zeker dat je alle berichten hebt ontvangen.
Maar je had nooit gedaan wat de berichten je adviseerden. Maar integendeel, je deed het negatieve of het tegenovergestelde. Door de berichten voortdurend advies en waarschuwingen te negeren, toonde u uw arrogantie en haat jegens de Almachtige God. Hij heeft zo lang geduldig op je gewacht, maar het mocht niet baten. Alle naties, regeringen, de zogenaamde internationale gemeenschappen, de wereldleidende G8, G20, EU, Arabische Liga, al met al de hele wereld boven 200 landen, met al uw bevolkingsgroepen en uw geliefde religies zoals katholiek estand, islam, shintoïsme, hindoeïsme en zoveel gedemoniseerde religies en culturen die broedmachines van gedemoniseerde religies zijn, hadden bijna de hele aardbodem bedekt en beheerst. Het is glashelder dat elke leek er getuige van kan zijn. In de afgelopen 15 jaar hadden die berichten je duidelijk verteld wat je hebt gedaan en nog steeds doet in de gezichten van de Almachtige God. Door hem te negeren, verwende je de hele wereld door je lelijkste zonde van zonde. Je maakte Sodom legaal, overspel als een recht van elke menselijke soort, je wist het ware geloof dat de Tewahedo orthodox uit alle hoeken van de aarde had, volledig, je demoniseerde de hele wereld en legde de gedemoniseerde wetten en tradities op in elk dagelijks leven van de menssoort. Je ogen, oren, geest en harten accepteren altijd de vijand van de Almachtige God. Dat is de duivel. U gehoorzaamde zonder aarzelen de bevelen en bevelen van de duivel. Al met al aanbad je de meest gehate vijand van de Almachtige God en zijn zonen, de demon. Laten we u er nogmaals aan herinneren dat deze brief die u gaat ontvangen geen bericht is dat u zou kunnen waarschuwen, maar eerder een bevelbrief en besluiten van de door de Almachtige God vertrouwde dienstknechten en slaven, die onmiddellijk zal handelen wanneer deze in uw handen ligt. Vandaag is niet gisteren, alle dingen zullen voorbij gaan. Voordat je geschiedenis werd, had je jezelf moeten redden van eeuwig dood te zijn in ziel en vlees, je had ze tegen de tijd van advies en waarschuwingen moeten gebruiken. Zoals u heel goed van ons weet, wonen we in Ethiopië. Hoewel we geen kantoor of leger of veiligheidsapparaat hebben om te handelen zoals u doet als regering, hebben we wel een macht die niet door uw ogen zal worden gezien of door uw oren zal worden gehoord. De hand van Almachtige God die schalen meet en oordeelt, je kunt niet worden gezien, maar wanneer het handelt, kun je het aan de resultaten voelen. Wanneer we spreken, wat we willen zeggen, zeggen we het bij zijn naam, het zal gebeuren zoals we zeiden. Omdat we vertrouwde en rechtmatige slaven en dienaren van hem zijn. U kunt bevooroordeeld zijn door onze woorden en uitvoerende bevelen, wanneer u geconfronteerd wordt met de verwoestende en uitwisbare acties, bedenk dan dat wij de vertrouwde dienaren van de Almachtige God zijn. Hij gaf ons de bevoegdheid, wees ons de macht toe om zijn testamenten, bevelen en beslissingen uit te voeren. Op basis van deze rauwe waarheid en feiten, wordt de hele wereld onderworpen aan onze bevelen en beslissingen, die we uitgeven namens de naam van de Almachtige God. Toch geloof ik dat je manier waarop je was opgegroeid je nooit zal toestaan om iets positiefs te doen. Dus als je het negeert, of probeert te belemmeren of een obstakel te maken, moet je dat weten, je zult nooit zonder zware straf worden achtergelaten dat de meest vernietigende hel van vuur je zal verteren. Toen ik deze brieven van uitvoerende orde aan het voorbereiden was, hoorde ik de Amerikaanse president Donald Trump tegen de wereld spreken. Vanwege zijn militaire actie en moord tegen de Iran-generaal nam Iran ook tegenmaatregelen door raketbarrage. Op basis van deze acties zei hij dat de generaal een monster en een terrorist is, het is niet verrassend om een andere monster te noemen, maar voor mij die het meest arrogante monster van onze wereld is. Het is waar dat u, VS en uw wapenbroeders zoals het VK, Frankrijk, Canada, Duitsland en vele anderen ongeziene monsters, criminelen, massamoordenaars zijn. Waarom zie je jezelf niet zoals je anderen ziet? Denk eraan de acties en straffende handen van de Almachtige God, die binnenkort in Ethiopië zullen plaatsvinden, zullen een goed teken zijn dat u vertelt wat de volgende stap voor u zal zijn. De verwoestende, vernietigende acties die u gaan verteren, zullen nooit in de geschiedenis van de mensheid worden gezien. Na deze letterverschijning zul je zien wat het betekent. Vandaag is niet gisteren, natuurlijk hadden we geprobeerd over te brengen wat de Almachtige God ons had opgedragen.
Zoals alle soorten mensen getuigen, waren alle woorden en geboden van de Almachtige God verworpen en begraven door alle naties, regeringen, instellingen, internationale organisaties, media en persen die alle gezichten van de aarde bedekken. De hele wereld is bijna tot zinken gebracht door de zonde van zonden zoals Sodom, overspel en vele naamloze misdaden en zonden. Alles heeft een beperkend punt. Je zonden en misdaden worden nooit in de wereld gezien, het overtreft je voorouders die in Noach en Sodom leefden. Dat is de reden waarom de Almachtige God besloot je te beëindigen en je te begraven in het gesmolten vuur van vuur. Voor eens en altijd. Zoals ik hierboven al zei, 7 berichten waren bijna 15 jaar lang uitgegeven en verspreid. Je hebt niets gedaan, maar de tijd is verstreken. Dus je verspilde je tijd van bekering en stond nog steeds tegen de wil van de Almachtige God. Je hebt zijn woede ontstoken. Het is duidelijk dat u veel gaat betalen. Het Almachtige God woord zegt het volgende. Psalmen 94. O Heer, Gij God van wraak, toon u zelf. Sta op, rechter van de aarde, straffe de arroganten zoals ze verdienen. Hoe lang zullen de goddelozen, o Heer, hoe lang zullen de goddelozen jubelen? Boze doeners zijn vol blunder, opschepperij en opschepperij, zij slaan uw volk neer, o Heer, en onderdrukken uw gekozen naties, zij vermoorden de weduwe en de vreemdeling en doden de vaderloze, zij zeggen, de Heer ziet niet, de God van Jacob luistert niet, let op uzelf, meest brutale van het volk, jullie dwazen, wanneer zul je wijs zijn? Hoort hij die het oor plantte niet, hij die het oog vormde, zag het niet. Zal niet hij die de natiën instrueert hen corrigeren? De leraar van de mensheid heeft hij geen kennis. De Heer kent de gedachten van de mens, dat ze slechts een zuchtje wind zijn. Als je de woorden van de Almachtige God ziet die je schalen, meten, oordeelde je, wie zou je kunnen redden? Niemand, nu betaal je de duurste prijs die nog nooit eerder was gedaan. In de berichten 1, 2,3, 5,6 en 8 staan duidelijk de maatregelen die zullen worden genomen, ze zijn tot nu toe gestopt om u te bekeren. Maar je negeerde gelachen en gooide het weg. Dus alles heeft zijn eigen limiet en nu worden de volgende opdrachten en opdrachten gegeven. Beveelt bevelen en beslissingen van Almachtige God vertrouwde dienaren en slaven, die effectief zullen zijn aangezien ze in handen zijn gekomen van uw vertegenwoordiger hier in Addis Ababa, Ethiopië. De openbaring van John 18, lees het ter referentie, alle beslissingen, herhaaldelijk verteld en gegeven aan alle betrokken landen in de berichten 1, 2,3, 5,6 en 8 die moeten worden uitgevoerd. Omdat je ze nooit hebt geaccepteerd als advies en waarschuwing van de Almachtige God. Buiten dat negeerde je zelfs lachten en had je ze als een vuile zaak gegooid. Doe je aan je herhaalde, gedemoniseerde daden, testen je het Almachtige God geduld. Het is dus tijd om alle maatregelen te beslissen en uit te voeren, zoals in alle berichten is aangegeven. Dat is de reden, wij, de vertrouwde dienaren en slaven van de Almachtige God, hebben deze bevelbrief en bevelen uitgevaardigd. Primaire doelen van landen die binnenkort de straffende handen van de Almachtige God zullen ondergaan, zijn de volgende, VS, VK, China, Frankrijk, Duitsland, Canada, Saoed-Arabië, Griekse IA, Rusland, Egypte, India, Noord-Korea, Pakistan, Polen, ROMMANIA, Bulgarije, VEITNAM, Verenigde Arabische Emiraten, Australië, Japan, Iran, Israël, Zwitserland, Spanje, België, Zuid-Korea, Oostenrijk, Oekraïne, Noorwegen, Zweden, Finland, Brazilië, NEWZLAND, Turk, PHILIPINES, INDONES, Indonesië, Zuid-Afrika, Italië enzovoort. De landen of staten die massavernietigingswapens hadden opgestapeld, zoals nucleaire, neutronen, chemische, biologische en ook zware conventionele massavernietigingsbommen, zullen primaire doelen worden. Wie zijn deze staten? 1. Verenigde Staten van Amerika, dit land waarin elke persoon, in elke uithoek van de wereld haar kent, zij is de meest en de eerste natie die tegen de woorden, testamenten, bevelen en geboden van de Almachtige God van de begin van haar creatie zal staat. USA wordt gezien als de leider of politie van de hele wereldstaten. Het is waar dat ze bijna God is voor alle naties van de wereld.
Ze vernietigden de wereld door de wil van demon, duivel, op te leggen. Ze doet het nog steeds en dwingt ook de rest van de landen in de hele wereld om dit voorbeeld te volgen. Bijna 200 jaar lang was ze veroordeeld en in de afgelopen 15 jaar was haar herhaaldelijk verteld over haar ongeziene zonde van zonden en misdaden van massavernietiging. In alle staten van de wereld installeerde ze haar marionettenregeringen. Zij is de moeder van oorlogen, overspel, Sodom, alle staten van de wereld vrijwillig of krachtig deed en doet wat ze beveelt hem, dus in al haar toestand kap nest de volgende acties zullen worden genomen. De Senaat, het Congres met al hun vertegenwoordigers, de zogenaamde Republikeinen en Democraten, de Trump-administratie met al haar spullen, alle strijdkrachten die haar belangen dienen, alle veiligheidsapparatuur zoals CIA, FBI, NSC, alle kustwachten, alle militaire bases met in haar grens en aan boord van alle installaties van inlichtingenverzamelposten, alle oorlogsschepen, oorlogsvliegtuigen zullen al haar internationale bankenverzekeringen worden uitgeroeid en zonder genade worden vernietigd. Haar volledige vernietiging door alle natuurkrachten zal onbeperkt zijn. De hele wereld zal er getuige van zijn. De rest van de landen van de natieregeringen, wanneer u deze maatregelen op uw meester VS ziet gebeuren, u moet zeker zijn van uw lot. Het zal je dat vertellen, ook u zult worden gedaan zoals uw God USA heeft gekregen. En onthoud wat het resultaat zal zijn om de woede van de Almachtige God aan te wakkeren en ook de boodschappen en een uitvoerende orde van de Almachtige God die vertrouwde slaven en dienaren betekenen, te negeren. Tenzij ze hun Almachtige God om zijn genade vragen, zal niemand je ervan weerhouden om de vernietiging en de vernietiging van de aardoppervlakken volledig te vernietigen. 2. Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is de meest gedemoniseerde staat van de wereld. Ze koloniseerden bijna de meeste wereldstaten, zoveel staten van vandaag hebben hun gebondenheid van haar gekregen. UK is de meest boogvijand van Almachtige God. Ze is een echt beeld van een demon in zijn echte fysieke bestaan. Zelfs de VS, Frankrijk, Duitsland, alle EU-kernleden werden in clandestine structuur geleid door Lucifer, de koningin, ELZABIETH, de tweede. Haar staatsstructuur is het Huis van Commons, de premier, ofwel de arbeidsvertegenwoordiger of de conservatieve partijvertegenwoordiger, het VK. De meest gehate naties op aarde zullen een onbetwiste prijs betalen in de geschiedenis van de mensheid, niets zal onaangetast blijven van de Britse staat en staten onder haar paraplu. Ze zal volledig worden vernietigd en er blijft niets over als resterende symptomen. De regeringen van de rest van de naties, wanneer u deze dingen ziet gebeuren, bent u de volgende stap. Britse koninklijke families, de koningin, de prinsen en prinsessen zullen allemaal naar hun laatste vertrek van deze wereld gaan, ze zullen geschiedenis worden. Als dit gebeurt, laat het dan een symptoom zijn voor iedereen die dit voorbeeld gaat volgen. UK, Lagerhuis, alle LA-boer en conservatieve partijleden, alle rechterlijke machtinfrastructuren, alle internationale en lokale banken, al verzekeringsmaatschappij, alle administratieve installatie, alle veiligheidstroepen, zoals MI5, M16, Scotland Yard etc., alle Britse bewapend strijdkrachten, alle internationale bedrijven, en haar sodomiet en gedemoniseerde bevolkingsgroepen zullen het primaire doelwit zijn. Alle VK en zijn uitlopers zoals Australië zullen worden geëlimineerd en worden verteerd door een ongezien vuurzee. En ook door alle natuurkrachten zullen haar en Amerikaanse lijden niet te stoppen zijn, het zal hen doen smeken om de dood. Deze actie begint kort nadat u deze brief van uitvoerende orde en bevel van de Almachtige God vertrouwde dienaren en slaven hebt ontvangen. 3. China, deze volledig gedemoniseerde en drakenaanbidders zullen worden geteld als de VS en het VK, deze naties zijn de meest bevolkte staat van onze aarde. China als geheel zal nooit als een land blijven bestaan, helemaal niet. De Chinese volksvergadering, het staatsapparaat onder leiding van haar president Li Ping, is verantwoordelijk voor al haar vernietiging. Ze wordt zowel gezien als de VS en het VK. Rusland, Frankrijk, Duitsland, Saoedi-Arabië, Egypte, Arabische Emiraten worden gemeten, geschaald en gezien als USA, UK. Dus hun straf is hetzelfde als in de VS en het VK.
4, Frankrijk, Rusland, India, Israël, Pakistan, Noord-Korea, Iran, op weg naar nucleair bezit. Zoals ik hierboven al zei, wordt u geëlimineerd, beëindigd en wordt u geschiedenis. Alle religieuze domeinen, of ze nu klein of groot zijn, ze zijn al gescreend en beoordeeld door Almachtige God. Op basis van het resultaat zullen ze de hoogste prijs betalen, wat betekent dat ze van de aardoppervlakte zullen worden gewist. Het enige geloof dat op alle gezichten van de aarde zal heersen, is het TEWAHEDO orthodox geloof. De TEWAHEDOORETODOX-kerk van Ethiopië zal de enige religie zijn die de hele wereld naar hun ware vader, de Almachtige God, zal leiden, en zal de regerende religie van de aarde zijn. De hele wereld en alle mensen zullen binnenkort de historische maatregelen van de Almachtige God onder ogen zien. Na een zware straf te hebben gezien, moeten alle naties van de aarde hun handen geven aan dienstknechten en slaven van de Almachtige God, die in leven zijn en binnenkort in Ethiopië zullen regeren. Om iets of oplossingen te krijgen, moet je knielen en smeken om hun genade. U moet weten en er zeker van zijn dat zonder hun gebed en zoektocht naar de barmhartige hand van de Almachtige God, niemand op aarde u kan redden. Als alle ernstige maatregelen u naar beneden halen, bedenk dan waarom het gebeurde. De enige reden die u moet weten, is dat het oordeel van de Almachtige God dat ik u bijna 15 jaar lang heb overgebracht, de enige reden zal zijn. Bedrieg uw naties niet door kunstmatige bedekkingen te maken. Wat je nooit helpt. De algehele vernietiging en vernietiging van de wereld zal uit alle berichten 1, 2,3, 5,6 en 8 voortkomen, alles wordt beschreven en duidelijk genoteerd. De berichten hebben u geschaald, gemeten en geëvalueerd. Gebaseerd op het resultaat verkregen uit uw blijvende daden, komen de acties van vandaag om u te beëindigen. Daarna zal de hele wereld aan de vertrouwde dienaren en slaven van de Almachtige God worden gegeven. Deze bevel en bevelbrief kwam om uw lot of niet bestaan te bepalen. Dit maakt duidelijk wat deze brief van uitvoerende orde van de Almachtige God vertrouwde dienaren en slaven betekent. Wanneer het proces van vernietiging begint en doorgaat, moet je twee keer nadenken voordat je zoveel manieren van weerstand probeert. Het is natuurlijk dat ik het ook verwacht, maar het stopt nooit je volledige vernietiging. Ik herhaal het nogmaals, de enige oplossing die voor u beschikbaar is, aangezien naties, regeringen en leiders van uw landen smeken, knielen en uw tranen uitstorten in het aangezicht van door de Almachtige God vertrouwde dienaren en slaven die in hun thuisland Ethiopië wonen. Ze kunnen je wel of niet accepteren, maar je moet het doen totdat ze hun genade tonen. Bedenk dat de Almachtige God vertrouwde dat dienstknechten en slaven zijn geliefde zonen zijn. Hij hoort ze, hij accepteert hun gebed en geeft hun zijn antwoord. Dus toen de straf op hun verzoek kwam, zullen de oplossingen ook komen op hun verzoek om genade aan de Almachtige God, hun Vader. Wanneer stopt de Almachtige God met het vegen, verwoesten en wissen van actie? Het moet u allemaal duidelijk zijn, de hele wereld zal niet zoals gebruikelijk verlopen. Tegenwoordig leven en dienen alle naties, regeringen en de bevolking in het algemeen door de wil en de orde van de duivel. Dit zult u ook nooit ontkennen. Al uw grondwetten, wetten, bevelen, de zogenaamde democratie zijn u allen gegeven door uw meesterdemon, de slang, dus vanaf de verschijning van deze brief van de uitvoerende bevel van de Almachtige God vertrouwde bedienden en slaven, alles wat u hebt geïnstalleerd moet worden gewist, en de wil, orde en geboden van de Almachtige God worden geplant. Elke kracht op aarde moet worden overgedragen aan de vertrouwde dienaren en slaven van de Almachtige God. Tenzij deze wil van de Almachtige Heer wordt bereikt, zal uw volledige vernietiging nooit worden gestopt. Dit moet duidelijk zijn voor alle naties op aarde. Hoewel u deze bevel en orderbrief zult negeren, bedankt voor het lezen ervan. Met respect en oprechtheid. Vingerafdruk ondertekenen. De vertrouwde dienaar en slaaf van The Almighty God. De vertrouwde dienaar en slaven van de Maagd Maria.